Dus zette hij, had hij een soort zegel en daar stond, ik ben hier leerling en heb behoefte aan leraren. En die zocht hij voor zichzelf en ook voor zijn land en zijn volk. Die reis naar Nederland, zijn eerste reis naar Nederland, ving aan in 1696. Dus helemaal aan het eind van de 17e eeuw. En iets wat hij deed een hele hoop tijdens die reis. Maar wat hij ook deed was inspiratie opdoen natuurlijk voor zijn land. Leraren werven voor zijn opleidingen die er toen waren. En hij kocht ook wel kunst aan, zeker ook in de jaren die volgden. Dus in Amsterdam heeft hij onder andere gekocht in rond 1717 de collectie van Albert Seba, een apotheker, die al een tijd hofleverancier was voor Peter de Grote. En die had allerlei dieren op sterk water en insecten enzovoort. En hij kocht ook de collectie van Frederik Ruys. En dat waren vooral dieren en ook wel foetussen op sterk water. En die werden dan in 1717 allemaal ingeladen en naar Petersburg verscheept. Hier zien jullie even, neem me niet kwalijk. Yes. Ik dacht, dit leek me geen goed plaatje om mee te beginnen, dus ik ben begonnen met het met de kunstcamera. Ik ga er ook nog even naar terug. Peter de Grote die is begonnen ook met de bouw van de nieuwe hoofdstad van Rusland. Dat werd dus Petersburg. Hij heeft wat hij had verzameld tot die tijd en wat in Moskou stond in de wapenkamer. Dat waren ook wel diplomatieke geschenken en veel rariteiten, zoals dat heet. En een bibliotheek had hij daar ook. Die heeft hij laten overbrengen naar Petersburg. Dat werd toen opgesteld, tentoongesteld zelfs, in het paleis van Kikin. Dat was iemand die was in ongenade gevallen, dus dat paleis stond leeg. Mooi uit. En daar heeft hij toen het eerste museum van Rusland geopend. Maar Peter de Grote wilde veel liever een echt museum voor zijn collectie. En heeft toen de opdracht gegeven tot de bouw van dit gebouw. En dat gebouw dat is ook wel bijzonder in die zin dat het allereerste gebouw is dat echt, sorry voor het vele woord gebouw, maar dat dus gebouwd is als museum ter wereld. Dus het is niet het oudste museum, maar het is wel het eerste gebouw dat echt meteen vanaf het begin bedoeld was als museum. Dat is pas, dat was af, toen leefde Tsaar Peter niet meer. Ik ben heel slecht in cijfers, dus dan moet ik altijd gaan spieken. Maar dat is geopend, ik dacht in 1726, ja. In 1726 is de collectie daarheen gebracht. In 1728 ging het ook officieel open. En indachtig het idee dat het volk moest leren, was de toegang gratis voor iedereen. Dus in dit museum waren vooral veel rariteiten te zien, ja, rariteiten of niet, maar en schelpen en opgezette dieren enzovoorts. Peter heeft ook wel wat kunst gekocht, hoewel daar zijn belangstelling iets minder was. Maar hij heeft toch al met al in zijn leven ongeveer 300 schilderijen gekocht, met name uit Italië en Nederland. En op zijn 25ste heeft hij zelfs zijn eerste Rembrandt gekocht. Maar die laten we hier niet zien. Wat hij ook kocht waren de tekeningen van Anna Maria Sibylla Merian. Dat was een van oorsprong Duitse, maar in Nederland, lang in Nederland woonde kunstenares. Het was natuurlijk heel zeldzaam. Zij bestudeerde met name rupsen en de vlinders die eruit voortkwamen. Ze heeft een hele serie tekeningen daarvan gemaakt. En ze heeft ook, heel bijzonder, een hele tijd in Suriname de insecten bestudeerd en getekend. En Peter de Grote heeft in 1717, dat is toevallig ook het sterfjaar van die Anna Maria Sibylla Merian, heeft hij tekeningen gekocht bij haar dochter. Die heette Dorothea Maria en die was getrouwd met een meneer Gzel. En die zijn in datzelfde jaar, 1717, met z'n tweeën naar Petersburg gegaan en hebben daar de rest van hun leven gewoond als docenten.
Dorothea is daar overleden in 1743. Dus dit is eigenlijk het begin van tsaristische collecties in Rusland. Deze tekeningen zijn inmiddels worden die bewaard in de Hermitage. Goed. Peter is dan overleden. Dan krijg je 10 jaar lang tsarina Anna. Daar heb ik het vandaag niet over. En na Anna komt naar de nodige intriges Elisabeth op de troon. Elisabeth was de laatste dochter van Peter de Grote. En ze werd wel de dochter van de kokkin genoemd, omdat zij geconcipieerd is voordat Peter de Grote met zijn tweede echtgenote is getrouwd. Dat die de naam Catharina nam. Dus niet Catharina de Grote, maar dit is Catharina de Eerste. En Elisabeth die had zelf geen kinderen, maar die vond nog ergens een verweesde neef, Peter. En daar heeft zich over ontfermd om te zorgen dat de Romanovs op de troon konden blijven. En ze ging op zoek naar een echtgenote voor dit verweesde neefje. En vond die in Sophia Augusta van Anhalt-Zerbst. En dat is de latere Catharina II de Grote. Maar goed, zover zijn we nog niet. Belangrijk van Elisabeth is dat zij mede aan de wieg stond van dit gigantische gebouw. Dat is het gebouw van de Academie der Kunsten in Petersburg. En ik noem Elisabeth meestal in mijn lezingen, omdat onder haar is de eerste Academie der Schone Kunsten in Rusland geopend in 1757. Dat heeft ze niet helemaal in haar eentje verzonnen. Maar ze werd daarbij met raad en daad bijgestaan door Ivan Shuvalov. Dat was iemand die later in de adelstand is verheven. En die was onder andere Elisabeths kamerheer. Ik begrijp in zeer brede zin. Hij werd ook haar minnaar. En hij werd daarnaast ook een belangrijk verzamelaar. Dus hij legde zijn eigen collectie aan. En hij schonk ook 100 schilderijen uit die eigen collectie aan de Academie der Kunsten, die overigens niet meteen in dit gebouw was gevestigd, maar nog in het paleis van Shuvalov, toevallig. Dat is voor wie Petersburg een beetje kent, waar nu het Fabergé eieren en dergelijke museum is. Ik dacht aan de Moika. En die Shuvalov was echt een soort de man van de renaissance, van de verlichting in Rusland. Zij stond aan de wieg van dit Academie der Kunsten, maar ook aan de oprichting van het van de eerste universiteit in Moskou, samen met Lermontov, waar de universiteit later naar vernoemd is. Mede omdat Lermontov een man van het volk was en Shuvalov niet. Ook anderen schonken wel kunstwerken aan die Academie der Kunsten, zodat de leerlingen, een belangrijk deel van het kunstonderwijs bestond, en bestaat nog grotendeels nu ook, uit het kopiëren, tenminste in je begintijd, van andere kunstwerken. Dus er was daar een grote galerij met kopieën of echte werken van belangrijke en minder belangrijke kunstenaars. En ook wel werken van studenten die het goed hadden gedaan of die de moeite waard waren. Ik heb hier, oh ja, dus ik heb vergeten. Dit is een van de gangen nu in de Academie der Kunsten. Ze zitten nog altijd in hetzelfde gebouw. Het is nog altijd dezelfde academie. Ze zitten her en der kan die een extra likje verf gebruiken, maar hier ziet het nog prima uit. En ze hebben nog altijd een groot museum in die academie zelf, want het is al een breed gebouw, maar het loopt ook door aan de zijkanten. En dan in het midden is gras. En daar zijn ook stallen. En daar werden dan paarden gehouden. En er wordt nog steeds 1 of 2 paarden gehouden, die dus ook voor de leerlingen waren om levende dieren, paarden, na te kunnen tekenen. Dus te kunnen werken naar de natuur. Dit is de eerder genoemde Ivan Shuvalov. Al omstreeks 1760, dus de kunstacademie bestond. Hij was lekker aan het verzamelen ook. Toen Elisabeth stierf, ja, zoals dat wel vaker gaat, ik denk, of ging in ieder geval in het verleden, en zoals dat ook wel in Rusland vaak gebeurde. Soms raak je dan enigszins in ongenade. Nou viel het bij Shuvalov wel mee.
de opvolgster van Elisabeth. Nou, tenminste, er zat heel even nog een Peter tussen, maar die is, daar is snel eigenlijk korte metten mee gemaakt. Dus toen kreeg je Catharina de Grote, de latere de Grote. Die zei, ga jij maar reizen en kunst verzamelen. En daar hadden ze een mooie Latijnse term voor, dat was concilium itinerandi, dus een soort reizende raad. Waardoor ze meteen in Rusland ook wat minder last van hem hadden. Hij is 14 jaar in het buitenland gebleven, in Frankrijk en voornamelijk Italië. En hij kocht in die tijd gewoon veel kunst aan voor zichzelf, maar ook voor inmiddels voor Catharina en voor de Academie der Kunsten en voor de Hermitage. Maar Hermitage was toen nog een gewoon paleis. Nog geen museum, bedoel ik daarmee. Ook begonnen toen langzaam andere adellijke lieden te verzamelen, waaronder bijvoorbeeld, dit is maar één voorbeeld, Piotr Sheremetyev, van, zeg ik dan altijd maar, van de luchthaven inmiddels, die Sheremetyev waren. Sheremetyev, pardon, maar een hele, hele rijke adellijke familie. Er zaten heel veel lijfeigenen, heel veel grond, meerdere buitens bij Moskou en in Petersburg. Hun huis kun je ook nog altijd bezoeken. Hij had een flinke verzameling, ook een kunstcamera, omdat het zeker in die tijd nog heel gebruikelijk was om rariteiten te verzamelen en tentoonstellen. En deze Piotr Sheremetyev, die heeft maar liefst onder 6 tsaren en tsarina's gediend. Dus dat is ook wel bijzonder, zonder dat hij daar ooit mee in de problemen raakte. Dus hij was ook in dienst van Catharina. En ook toen haar zoon Paul enkele jaren op de troon zat, was Piotr Sheremetyev nog van de partij. Hier zien jullie dus Catharina de Grote. Links in mooie hofkleding, zou ik maar zeggen, en rechts in reiskostuum. Beide schilderijen zijn gemaakt door Russische kunstenaars. Links door Rakotov, die echt een society schilder werd, zelfs al in die tijd. En ik zei rechts, hè, links. En rechts in reiskostuum door Shibanov, Michail Shibanov. En dat was een lijfeigen kunstenaar. En ik zeg erbij dat het Russische kunstenaars waren, omdat nog onder Elisabeth en in de begintijd van die kunstacademie er nog weinig Russische kunstenaars waren. En het doel van die academie natuurlijk was ook om daar verandering in te brengen. Maar ook als ze al afgestudeerd waren en enige faam hadden, kregen hun West-Europese collega's, als die opdrachten hadden voor de Russische adel of tsaren, tsarina's, kregen slechts 1/3 ongeveer betaald van wat de buitenlanders kregen. Of ze nou goed waren of minder goed, dat was, deed eigenlijk niet zoveel te zaken. Het waren Russen, maar goed, zij heeft zich dus laten vereeuwigen door Russische kunstenaars. We zitten nu in de 18e eeuw. Hè. Zij was tsarina van 1762. Tot 1796, dus eind tweede helft 18e eeuw. En zij, ik noem haar niet alleen maar om een soort historisch praatje te houden, maar zij is heel belangrijk geweest voor om een veel bredere basis te leggen van de Hermitage, de collectie van de Hermitage in Petersburg. Zij had zich, ze liet zich ervoor voorstaan dat ze een verlicht vorstin was. En dus correspondeerde zij, zoals we meestal ook lezen, met Franse filosofen. En Diderot had tegen haar gezegd van ja, een leider van zo'n groot rijk moet een kunstverzameling hebben. En ook anderen, zoals die eerder genoemde Shuvalov en de Galitsins en waarom. Iedereen zei van ja, jij moet kunst verzamelen. Kon ze dat meestal niet zelf doen? Tenminste, ze kon niet naar Frankrijk reizen even om wat kunst te kopen. Dus daar had ze die diverse adviseurs voor, zoals Shuvalov, die reizende raad, zal ik maar zeggen. Het motto was eigenlijk bagatstva abhyazivaya, dat wil zeggen rijkdom verplicht. Dus niet noblesse oblige, maar richesse oblige, om die kunst te kopen.
En dan heb je de drie P's: uit passie, uit plezier, maar ook voor het prestige. Niet alleen voor jezelf, speelt ook wel mee, maar ook voor je land. En zeker Rusland in West-Europa heerst toch nog heel lang het idee van ja, die Russen zijn barbaren en die hangen helemaal geen kunst op. Nou, dat is dus vanaf Peter de Grote flink gaan veranderen en met Catharina nog veel meer. Zij heeft ongeveer met 4000 schilderijen de collectie van de Hermitage verrijkt en ook nog eens 10.000 tekeningen, 80.000 prenten, 40.000 boeken. En dan had ze nog kameeën en porselein en blijkbaar ook een grote collectie snuifdozen, een beetje in onbruik geraakt attribuut. En dat was dus af en toe ook te zien voor de studenten van de Kunstacademie. Het was nog niet een breed toegankelijk museum in die tijd, maar in ieder geval heeft zij dus de basis gelegd. Ik zei, ze verrijkt het museum met 4000 schilderijen. Ze heeft er waarschijnlijk nog veel meer gekocht, want ze kocht vaak hele verzamelingen en dan ging ze het rustig bekijken en dan wat er niet zo beviel, dat gaf ze weg of verkocht ze weer of dat kregen favorieten van enzovoorts. Dus ook door haar toedoen is er meer westerse kunst in Rusland gekomen. Men kocht met name wel buitenlands kunst, dus Frans, Italiaans, Duits, Nederlands, hè, de lage landen dan. En veel, zij gaf ook door dit verzamelen ook een enorme boost aan het verzamelen door de Russische adel in met name Petersburg. Dus aan het eind van de 18e eeuw, aan het eind van haar leven, waren er zeker 50 rijke, mooie verzamelingen van kunst. En nogmaals, voornamelijk dan West-Europese kunst en in veel mindere mate toen nog van Russische kunst in Petersburg. Ik noemde net tot de raadgevers en de grote verzamelaars behoorden onder andere de familie Galitsin. En een van deze Galitsins, precies te zijn Dmitri Alekseevich, die kocht in 1766, dat wil zeggen bijna 100 jaar nadat dit schilderij van Rembrandt, hè, de terugkeer van de verloren zoon, is gemaakt, kocht hij dit doek aan. Dus het is geschilderd in 1668, aangeschaft in 1766. En die Galitsins waren echt een enorm groot verzamelaarsgeslacht, kun je wel zeggen, want heel veel families, straks ook als we komen bij de niet-adel. Dat was niet eentje die eens een keer verzamelde en daarna hield het op. Meestal ging het over van vader op zoon of op meerdere zonen en neven enzovoorts. En later ook nichten, zussen enzovoorts, moeders. De Galitsins die hebben maar liefst in opeenvolgende generaties drie keer een museum gesticht in Moskou, want daar was toen nog geen museum in de 18e en 19e eeuw. En elke keer ging het weer mis, ging het de boel failliet, moest het museum sluiten en werd de verzameling verkocht. Maar de Galitsins hebben toch nog een aardige verzameling in de familie weten te houden, met veel topstukken die nu nog in het Hermitage te zien zijn, zoals deze hangt op een hele prominente plaats in de Hermitage. Het is zo groot, hè? Ik weet niet hoeveel meters het is. 2x3x4, weet ik veel, maar groot. Het is een prachtig doek, vind ik zelf. Dus dat is dan te danken aan deze familie Galitsin. Een andere grote, beroemd verzamelgeslacht, dat is de familie Stroganov. Dat was een familie die enorm rijk was geworden in de handel in zout en sabelbont. En die vestigde zich in 1716 in Petersburg. Adellijke families moesten ook een paleis bouwen van Peter de Grote in Petersburg, want anders heb je ook geen echte hoofdstad natuurlijk. En de eerste woonde ergens op het Vasili-eiland, maar de tweede generatie bouwde een paleis op de hoek van de Nevsky Prospect en de Fontanka. En de derde generatie, dat is Alexander Sergeevich Stroganov,
Die leefde van 1733 tot 1811, is het oud geworden. Die heeft dat paleis enorm verbouwd en afgebouwd. En hij liet dat vooral doen door zijn favoriete architect en waarschijnlijk ook bastaardzoon. En die heette Alexander ook Waranigin. Hij heeft ook de hele opleiding van deze architect verzorgd, betaald. Dat gebeurde wel vaker, hoefde hij niet per se een bastaardzoon van te zijn. Veel lijfeigenen kregen wel, als ze talent hadden, enige opleiding. Maar hij heeft deze Waranigin ook met zijn officiële zoon Pavel op een grand tour erop gestuurd in het eind van de, of in 1786 om precies te zijn. En die Waranigin, Alexander, die ontwierp deze schilderijengalerij, dus met de collectie van de Stroganovs. En hij ontwierp een mineralenkabinet over meerdere verdiepingen, de bibliotheek, een natuurkundig kabinet en ook een vrijmetselaarsloge, want Stroganov was een vrijmetselaar. En die Waranigin die ontwierp ook lampen, meubels enzovoorts. En van Stroganov mochten studenten van de Academie der Kunsten ook deze collectie komen bekijken, bezoeken. Dus dat was in die zin ook een belangrijk oord voor ze. En je ziet, het hangt nog altijd wel redelijk lijst aan lijst, bijna. Meestal ging dat ook vrij willekeurig, maar juist in die tijd, in de loop van de 18e en zeker in de 19e eeuw, gaan mensen meer verzamelen naar een bepaalde stijl of genre. En ze hangen het in ieder geval, je hangt niet Italianen en Fransen door elkaar, bijvoorbeeld. Dus daar werd wat meer zorg aan besteed. Derde belangrijke, eigenlijk de vierde, Sheremetev, Galitsins, Shuvalov ook natuurlijk. De Stroganovs was een andere hele belangrijke verzamelaarsfamilie, waren de Yusupovs. Nou is dit schilderij later geschilderd in 1903, om precies te zijn, door Valentin Sirov. En deze Felix, zijn moeder was eigenlijk de laatste nazaat in de Yusupov-lijn. En dus zou dat geslacht eigenlijk verdwijnen. Dus zijn moeder kreeg toestemming om haar tweede zoon, Felix, ook de achternaam Yusupov te geven. Zodat dat geslacht bleef voortbestaan. Zij was zelf getrouwd met Sumarokov Elston, een graaf. En deze Felix, misschien kennen jullie de naam van de moord op Rasputin. Daar was hij bij betrokken. Toen was hij natuurlijk ouder dan hier. De familie, hij was dus op een gegeven moment de erfgenaam. Dus degene die moest zorgen voor de hele collectie van de familie Yusupov. Een van zijn voorvaderen had heel veel aangekocht. Waaronder twee Rembrandts ook. Het is niet dat het nou alleen om Rembrandts gaat, maar in ieder geval toen de Oktoberrevolutie deze Felix Yusupov dwong, hij voelde zich in ieder geval gedwongen om de Sovjet-Unie te verlaten. Toen heeft hij wel die twee Rembrandts mee kunnen nemen en die heeft hij verkocht aan een Amerikaanse verzamelaar, maar liet wel in dat verkoopcontract of in die verkoopakte opnemen dat het contract nietig zou worden verklaard als de Romanovs weer op de troon zouden komen en alles weer zou worden als het was. Nou, dat is, zoals we weten, nooit gebeurd. Dus die doeken, die twee Rembrandts, voor de liefhebber, het is man met hoge hoed en handschoenen en dame met een waaier van struisvogelveer, die hangen dus al heel lang inmiddels in de National Gallery of Art in Washington. Het grootste deel van de collectie van de Yusupovs, dat zijn meer dan 45.000 schilderijen en voorwerpen. Die werden verdeeld tussen de Hermitage, het Russisch Museum, het Pushkin Museum en ook enkele provinciale musea, met name in Omsk en Vladivostok. Een deel hangt inmiddels nu weer in het voormalig paleis van de Yusupovs. Dit plaatje heb ik om even eraan te denken dat ik nog even op de tsaren terugkom. Dus we hadden Catharina, daarna krijg je vrij kort, 5 jaar krijg je haar zoon Paul.
In die tijd, hij is toch de moeite waard, toen de verzamelpolitiek veranderde een beetje van de Hermitage toen. En er werd voor het eerst onder die pal een inventarislijst opgesteld. Daarna kreeg je Alexander I. Dat was om precies te zijn, die was tsaar van 1801 tot 1825, dus de eerste kwart van de 19e eeuw. Toen werd het Hermitage een museum, een staatsmuseum. En onder Nicolaas I, dat was weer een broer van deze Alexander, werd de collectie ook weer flink uitgebreid. Dus voor dat Hermitage was Nicolaas I ook een zegen. Die heeft ook heel veel kunst aangekocht. Waaronder bijvoorbeeld ook veel werken uit de collectie van onze Willem II. Want Willem II liet nogal wat schulden na bij zijn dood. En die moest op een of andere manier betaald worden. Ook werd toen in 1852 werd een nieuw gebouw aan het Hermitage geopend voor de collectie. Het paste dus niet allemaal erin. De Hermitage, dat had dus toen inmiddels ook een bestuur wat ging over de kunst aankopen, kocht eigenlijk ongeveer hetzelfde als de adellijke verzamelaars. Met één uitzondering, zij kochten nooit hedendaagse, voor hun tijd dan, buitenlandse kunst. Want dacht men, je weet nooit of dat wat wordt. Dus ze kochten wel enige mate ook contemporaine Russische kunstenaars, maar verder niet uit het buitenland. En verzamelaars deden dat wel. En zeker de verzamelaars die niet zoveel geld hadden, kochten vaak jonge en nog relatief onbekende, bijvoorbeeld Franse of Italiaanse kunstenaars, omdat dat nog betaalbaar was. De Hermitage heeft dus haar rijke collectie te danken en aan de verzamelingen van de tsaren en tsarina's, aan een nalatenschap van verzamelaars en ook aan het nationaliseren van collecties na 1917. Dus toen, na de Oktoberrevolutie en het begin van de Sovjet-Unie. Oh ja, dit slaat eigenlijk nog. Ik ga stiekem even terug. Ik wou nog zeggen, dus veel verzamelaars lieten hun werk ook na aan de staat, hoor. Het is niet allemaal maar genationaliseerd. Of ze lieten het na aan een museum. En ik wou er nog eentje noemen. Dat was, je had een verzamelaar die heette Bisbarotke. Dus dat is meneer Baardloos. En zijn collectie kwam via nog wat neven en zo deels in handen van een neef. Kusiljov Bisbarotke. Dan zitten we al in de 19e eeuw. Die weer de collectie uitbreiden. Die zijn eerste schilderij overigens al op 15-jarige leeftijd kocht. En die liet in zijn testament opnemen dat zijn collectie, als die geen kinderen zou hebben, moest worden geschonken aan de Academie van Schone Kunsten. Voor het samenstellen van een galerij die voor een ieder gratis en zonder zonder verdere voorwaarden op het gebied van stand of kleding toegankelijk zou moeten zijn. Dus dat was voor het eerst, daarmee bedoelde die dat dus een museum niet alleen zou moeten zijn voor adellijke mensen, want zo was het tot die tijd, je moest dan heel netjes gekleed zijn, het kostte geld. Hij wilde dat ook het gewone volk een museum en een collectie kon bezoeken. Dus hij stierf in 1862. En enkele jaren later, in 1866, heeft ook de Hermitage de toegangsregel aangepast. Dus toen konden ook het gewone volk naar een museum, bijvoorbeeld die van de academie. Dit is een beetje in een overgangsperiode. Ik zal even kijken of niet. Oké. Dit is het museum van baron Stieglitz. En die, hij heet wel baron, het was Baltische adel. Die heeft een grote collectie vooral van toegepaste kunst aangelegd in de 19e eeuw, samen met zijn schoonzoon. En die heeft ook een opleiding geopend. Je had namelijk in 1825 al een opleiding in Moskou, de Stroganov Academie voor Toegepaste Kunst. En Stieglitz heeft het initiatief genomen hetzelfde te doen in Petersburg. En hij verzamelde dan vooral van over de hele wereld voorbeelden van toegepaste kunst.
Dus zijn verzameling is ook weer belangrijk. De mooiste stukken zijn na de revolutie in de Hermitage beland. Tot een groot verdriet van de huidige directeur. Die zegt, alle mooie dingen zijn nu in de Hermitage. Maar hij heeft ook nog een fikse collectie. Het is een waanzinnig gebouw. Ik zal kijken, ik heb het geloof. Dit zijn dan leerlingen van de... Het heet niet meer de Stieglitz Academie. Het heet de Kunstacademie, genoemd naar Vera Mugina. Het is nog altijd een academie met dus een museum ernaast. En omdat er zo weinig aan gedaan is, worden er ook wel films opgenomen. Want ik ben er geweest vorig jaar, maar ook een keer in 2018. En toen waren er net filmopnames gemaakt met een hele beroemde Engelse actrice, waar wij nu juist op dit moment natuurlijk de naam is ontschoten. In ieder geval, ja, omdat het zo onaangetast is, kan het bijna doorgaan voor een paleis. Zelfs veel ouder dan, omdat het speelt met allerlei oud-Russische versieringen en dergelijke. Is het voor allerlei films bruikbaar. Als ik de naam nog weet, zal ik het straks zeggen. Ik ga nu over, ik zei al, hij was al niet meer zo'n echte oude adellijke familie, die Stieglitz. En, oh ja, de academie die vroeger naar Stieglitz heette, dus later naar Mugina. Vandaar deze mozaïek, want dit is het beroemdste beeld van Vera Mugina. Arbeider en het kolchozenmeisje. De belangrijkste niet-adellijke verzamelaars om mee te beginnen zijn natuurlijk de gebroeders Tretjakov, Pavel en Sergej. Die uit een rijke, rijke textielfamilie, een familie van oud-gelovigen. En Pavel die legde zich echt specifiek toe op Russische kunst. En zijn broer Sergej verzamelde dan van de weeromstuit niet-Russische kunst. Hun collecties hebben ze gezamenlijk, heeft Pavel eigenlijk na de dood van Sergej nagelaten aan de stad Moskou, waar een groot museum is geopend. Net aan het eind van de 19e eeuw, ja. En dat is dan de galerie van de stad Moskou van Pavel en Sergej Tretjakov. Dus dat is de beroemde Tretjakovskaya Galeria, dus Tretjakov Galerij. Zij lieten bijna 1300 schilderijen na en ook tekeningen en beelden, maar 1300 schilderijen van Russische kunstenaars. En inmiddels heeft het Tretjakov ongeveer 180.000 werken in bezit. En het museum wordt bezocht door 3 miljoen bezoekers per jaar. Dus het is eigenlijk het belangrijkste museum van Rusland van Russische kunst. Het Russisch museum in Petersburg is net iets kleiner. Maar ook zeer de moeite waard. Ik kijk nu even op mijn klok, dat ik jullie niet straks gillend weglopen. Nee, kan nog even. Hè? Precies. Een zaal uit de Tretjakov. Uit nog de tijd of net daarna van de gebroeders Tretjakov. En hun rol is natuurlijk ook, ze hebben zoveel toen hedendaagse Russische kunst aangekocht. Dus van de toen bekende, populaire stroming van de zwervers, rondtrekkende of Peredwisniki. Dus dat is een hele rijke, belangrijke basis van de Tretjakov Galerij, waar dan later andere mensen kunst aan hebben nagelaten, ofwel waar genationaliseerde collecties in zijn opgegaan. Want toen, zeg maar, in hun tijd, dus eind 19e eeuw, tweede helft 19e eeuw tot het eind, was de belangstelling voor de eigen Russische kunst, eigen Russische maatschappij en het verlichten, dus onderwijzen van het Russische volk een hele belangrijke, was heel belangrijk en werd ook heel belangrijk geacht dat kunstenaars zich daarmee bezig hielden. Dus Tretjakov, die weer veel geadviseerd werd door de kunstcriticus Stasov, die wilde echt ook dat de kunst getoond werd die de
ja, die de maatschappij bewust maakte ook van sociale onrechtvaardigheid, en maar ook van de kracht van het volk. En je moet erbij bedenken dat het lijfeigenschap is in 1861 afgeschaft. Dus dat was eigenlijk nog maar net gebeurd toen, ik ga nu even kijken, zij zijn nog geboren toen het lijfeigenschap nog bestond. Na de Tretjakovs, even een stapje terug, de Tretjakovs zelfs, die broers kwamen dus uit een gezin van oud-gelovigen. Na het schisma in de Russische Orthodoxe Kerk. Die moesten heel lang, moesten oud-gelovigen zich zo gedijst houden in Moskou, woonden vaak ook buiten de grote steden. En ze mochten ook bepaalde beroepen niet uitoefenen. En vandaar dat er heel veel handelaren en ambachtslieden uit de oud-gelovige hoek komen. Dus als je denkt, waarom zijn toch bijna al die verzamelaars textielhandelaar, want dat waren ze heel vaak, dan heeft dat gedeeltelijk ook daarmee te maken. Dit is een niet super goede afbeelding, mijn excuses, maar het is een portret geschilderd door Michael Vroebel van Sava Mamontov uit 1897. Dus dan zitten we echt aan het eind van de 19e eeuw. Dan komt de Russische maatschappij echt in een stroomversnelling. Lange tijd bestond de bevolking uit 80-85% boeren. Maar eind van die 19e eeuw krijg je de industrialisatie, de trek naar de stad, de aanleg van de spoorlijnen, waar de vader van deze Sava dan heel rijk mee is geworden en waar Sava ook nog vrij lang op kon teren, hoewel hij ook gewerkt heeft, moeten we zeggen. Terwijl de grootvader van hem nog een lijfeigenaar was, die keihard is gaan werken. Ik heb daar ergens... Nee, hier. Er is een beroemd citaat van de Bas Fjodor... Of is het een bariton? Wil ik even afwezen. Chaliapin. Die schreef in zijn memoires... De muziek, dus ja, de boerenvent... gaat vers van het platteland naar Moskou... om daar op de markt thee, pastijtjes of eenvoudige producten te verkopen. Hij overhandigt het vrolijk aan de mensen... die langslopen terwijl hij ondertussen al dat leven om zich heen observeert. 'S nachts slaapt hij tussen de zwervers, hij heeft het koud, hij heeft honger, maar hij blijft goed gemutst, hij moppert niet, hij heeft hoop voor de toekomst. En na een tijdje heeft hij een eigen winkeltje of een klein fabriekje, en dan wordt hij een belangrijk koopman, en weer iets later koopt zijn oudste zoon Gauguin's, wil als eerst een Picasso aanschaffen of een Matisse in Moskou uitnodigen. En wij met onze opleidingen zeggen spottend, wat een onbehouwen type. Terwijl zij de mooiste collecties hebben samengesteld en musea en theaters, ziekenhuizen en tehuizen hebben geopend in heel Moskou. En dat is inderdaad het begint met deze generatie. Mamontov is later wel failliet gegaan. Maar hij heeft veel kunstenaars gesteund. Ik laat de volgende... even wat sneller zien, dan komen we namelijk hier. Want ik had het over die koopman die pastijtjes verkoopt en hun kinderen die dan Picasso aanschaffen. Nou, dit zijn typisch twee voorbeelden van dat soort nazaten van arme of lijfeigenen of andere niet lijfeigenen, maar wel arme mensen die een imperium hebben opgebouwd. In beide gevallen, links is het dus Sergei Shukin en rechts Morozov Ivan. Allebei actief hadden allebei een textielfabriek, geërfd van hun vader. En zijn allebei echt fanatiek kunst gaan verzamelen. En dan voornamelijk kunst van jonge Franse kunstenaars. Dus Shukin... had Gauguin's, hij heeft Matisse inderdaad in Moskou uitgenodigd. Dit is een tekening, ja, niet heel erg, hoe noem je zoiets? Staat er niet heel goed op zoek in, maar het is een tekening die heeft Matisse van hem gemaakt tijdens zijn verblijf in Moskou.
En hier zien jullie Matisse op bezoek bij Shchukin onder een eigen schilderij in Moskou. En die prachtige collecties, die werden ook, die stelde Shchukin met name, Morozov was iets meer op zichzelf gericht, stelde ze open voor het publiek, eens per week hoor, niet dagelijks. En veel jonge studenten aan de kunstacademie gingen daar naar kijken en hadden een soort versnelde beeld van alles wat er echt heel modern was in Frankrijk. Kunst waar ook in Frankrijk nog vaak met zeer opgetrokken wenkbrauwen naar gekeken werd. En wat heel weinig mensen nog kochten. Dus het was een soort supersnelle cursus die deze kunstenaars weer inspireerde en hen vervolgens weer deed vooroplopen op de West-Europese kunstenaars. Pardon. Dit is een foto uit die tijd van het paleis van Shchukin in Moskou. Deze collecties zijn natuurlijk na de revolutie ook genationaliseerd. Niet meteen. Eerst werd het een museum van de stad Moskou en woonde Shchukin en Morozov ook nog in hun eigen huis. Alleen hadden ze veel minder kamers. Maar uiteindelijk zijn ze beide naar Parijs vertrokken. En nu stond wel in het testament van Shchukin dat hij wilde dat zijn collectie na zijn dood toekwam aan de stad Moskou. En dat het was voor zijn eigen volk. De kleinzoon van Shchukin, want Shchukin had, die is vrij laat nog eens hertrouwd nadat zijn eerste vrouw gestorven was. En heeft vrij laat, hij was al in de 60, nog eens een dochter gekregen. En die kreeg dan een zoontje, dus dat is dan de kleinzoon van Shchukin. Terwijl Morozov zijn ze al toe aan de achterkleinzoon. Achterkleinzoon van Morozov doet er alles aan om in ieder geval een deel van die collectie toch terug te krijgen. Want hij zegt van ja, maar dat is van ons. De kleinzoon van Shchukin kijkt daar heel anders tegen aan. Die zegt, mijn grootvader wilde het schenken aan Moskou. Hij heeft zelfs nog enkele schilderijen die Shchukin in Parijs had, heeft hij alsnog aan het Pushkin Museum of de Hermitage geschonken. En hij heeft ook inmiddels samen met een Russische conservatrice, noem je dat denk ik, hè, van het museum, heeft hij de geschiedenis van zijn vader beschreven. Dat is verschenen in het Russisch en in het Frans. En inmiddels is het ook vertaald in het Engels. En dat is zeer de moeite waard om te lezen. Dat hele verhaal van die familie Shchukin. Want zijn broers, de broers van deze Sergej, verzamelden ook. En deze Shchukin was nummer 3. Was een beetje een zwak kind. En hij stotterde. Dus zijn vader dacht, nou die neemt nooit het bedrijf over. Maar juist die nam het bedrijf over. En heeft dus... Ja, leeft voort dankzij die prachtige collectie die hij heeft aangelegd. Van Morozov is, als het goed gaat, daar zou eigenlijk dit najaar een grote tentoonstelling van zijn in Fondation Louis Vuitton in Parijs. 2 jaar geleden ongeveer was daar de collectie van Shchukin te zien. Die expositie van Morozov is uitgesteld naar volgend voorjaar. En ik hoop van harte dat dat dan doorgaat. Want dat is natuurlijk heel mooi om zo'n hele collectie weer bij elkaar te zien. En er komt ook veel eer toe aan de conservatoren van en de Hermitage en het Pushkin Museum. Die hebben lange tijd, zijn begonnen eigenlijk in de jaren 50 en 60... om te gaan kijken welke werken in onze collectie komen nou precies uit die collectie van Shchukin en Morozov. Want dat was na de revolutie niet altijd even netjes gegaan. Er waren zoveel collecties en zoveel schilderijen. Die zijn dan verstuurd naar musea, soms ver weg. En die hele geschiedenis, die natuurlijk heel belangrijk is om te bepalen of het werk echt is van degene die erop staat. Dat is een monnikenwerk geweest waar enkele, met name Russische museummedewerkers, echt jaren mee bezig zijn om vast te leggen waar
komt dit nou vandaan? Moet ik even... Anna, heb ik nog even tijd? Zo. Anna, is je... Ik zal niet... ja, ik denk het wel. Ja, dan kan ik nog even... Ja. Kunnen we nog snel even de rest van de eeuw in hollen? Zeker. Ik zal niet te lang blijven dralen. Eventueel kan ik de tekst aan jou doorsturen en kunnen mensen dat opvragen als ze dat willen. Ja, zeker. Oké. Goed. Dan ga ik namelijk nog even... Ik had dus de revolutie kwam, 1917, collecties werden genationaliseerd. Dan vind ik dat ik nog aan een aantal verzamelaars kort aandacht moet besteden. Deze meneer die ziet eruit als een soort avonturier. Dat was in zekere zin ook. Het is Igor Savitsky. Dat was een kunstenaar, een archeoloog. En hij is in de jaren 40, 50 is hij naar Oezbekistan gegaan voor opgravingen. Kreeg het ook voor elkaar om daar een museum in het stadje Nukus in Karakalpakstan te mogen openen. Maar in plaats van daar alleen maar zijn archeologische vondsten tentoonstellen, bewaarde hij daar ook en stelde mondjesmaat tentoon kunst van de avant-garde die in die tijd niet meer zo goed lag. Dat museum is geopend in 1966. Savitsky is overleden in 84, vorige eeuw dus. En pas in de jaren 80 kwam daar heel toevallig eens een Franse ambassadeur, volgens mij was die blijven steken of zoiets, een van een romantisch verhaal, die dacht van, nou ga ik maar in dit provinciemuseum kijken. En die wist niet wat hij zag, omdat daar allerlei redelijk bekende, maar ook onbekende avant-garde namen waren vertegenwoordigd. Dus die Savitsky heeft in alle rust, want die zat toch helemaal in een uithoek van het Sovjetrijk, heeft hij daar een hele bijzondere collectie aangelegd. Er is een film over gemaakt, en een boek, die heet volgens mij The Desert of Forbidden Arts. En naar de collectie wordt ook wel verwezen als het verloren Louvre van Oezbekistan. Die kun je zoekend op internet wel vinden. En daarnaast had je in die Sovjet-tijd, dit is een voorbeeld van een schilderij, dit is van Robert Falk. En dat is uit de collecties van de gebroeders Paleev. Die zijn gaan verzamelen in de Sovjet-tijd. Dat lag namelijk niet zo voor de hand, zeker niet. Nou, Falk is dan nog niet extreem schokkend vernieuwend, laat ik maar zeggen. Maar goed, er waren in die tijd, ongeveer 30 naar alle waarschijnlijkheid, verzamelaars van Russisch kunst in de Sovjet-tijd, die in natuurlijk altijd hele kleine appartementjes al die schilderijen ophingen, die af en toe met elkaar wel uitwisselden, die vaak ook wel afspraken dat de een iets anders zou gaan verzamelen dan de ander om elkaar niet te veel in de weg te zitten. Dat kochten ze vaak in een beetje kleine tweedehands winkeltjes. Tegen het eind van de Sovjet-Unie en de woeste jaren 90 werden veel van die verzamelaars ofwel bedreigd of overvallen. Dus die verzamelingen zijn langzamerhand verdwenen of grotendeels verdwenen. En één probleem met dit soort verzamelingen is dat er van een deel van de werken eigenlijk niet duidelijk is waar ze nou vandaan komen. Het kan keurig uit een lange lijn dat de hele geschiedenis is na te gaan, maar het kan ook wel eens trofeeënkunst zijn of oorlogsbuit. En dat is heel moeilijk na te gaan bij dat soort collecties. En jullie kennen waarschijnlijk wel de naam Kostakis, Georgi, die... En zijn naam horen jullie dat hij Griekse wortels heeft. Hij is zelf geboren in Rusland. Hij leeft inmiddels niet meer, maar hij werkte als chauffeur voor de Canadese ambassade in Moskou. En die diplomaten die wilden heel graag wel kunst zien en dan wat anders dan socialistisch realistisch.
En op een gegeven moment dacht hij van, dat is eigenlijk wel heel interessant. Dus hij is zijn eigen collectie gaan aanleggen en zich erin gaan verdiepen. En uiteindelijk is hij vertrokken uit de Sovjet-Unie met een deel van zijn collectie. Een deel moest hij achterlaten. Waarschijnlijk als ook deels als een soort losgeld en deels omdat dat echt... Het ging voornamelijk om iconen en die kun je niet zomaar Moskou of Rusland uitnemen. En zijn collectie is te zien in Thessaloniki in Griekenland. Daar is een museum van hedendaagse kunst, collectie Kostakis. In Nederland, in het Stedelijk Museum, heb je ook de collectie van Gardjieff. Dat is ook een smeuïg verhaal, maar dat slaan we even over. En daarnaast had je natuurlijk ook liefhebbers van de non-conformistische kunst in Rusland uit de jaren 70-80. Dat waren niet zeker geen rijke mensen. Die kochten voor een habbekrats of kregen kunst van hun vrienden die toen kunst maakten die niet tentoongesteld mocht worden. Dit is dan de collectie van Talochkin en die hangt inmiddels, neemt twee muren in beslag in de nieuwe Tretjakov in Moskou. En wie dan, dus dat waren Russen. Kostakis zie ik dan ook als een Rus, omdat hij daar is geboren en getogen. Daarnaast had je in het Westen, in West-Europa, ook verzamelaars van vooral Russische kunst. Ten eerste had je de pralinemeister Peter Ludwig. Die had veel geld dankzij de chocoladefabriek van zijn schoonvader, die hij ook geleid heeft. Maar Peter Ludwig was zelf kunsthistoricus. Wilde heel graag ook weer het volk verlichten. En kocht heel veel kunst, niet alleen Russisch, maar hij heeft gewoon in één klap op een gegeven moment 500 Russische schilderijen gekocht. Dus hij werd een beetje, er werd wel de spot met hem gedreven. Maar aan de andere kant, inmiddels heb je in Petersburg, dat had je al, je hebt het Marmerpaleis, dat is een dépendance van het Russisch Museum. En dat exposeert vooral hedendaagse Russische kunst. Dus dan heb je in een prachtig tsarenpaleis heb je hedendaagse kunst. En die Ludwig, daar is een museum geopend met een stukje uit de gigantische Ludwig-collectie. Met onder andere dit doek van Jan Kielewski uit de jaren 80. Maar hij heeft dat museum ook schilderijen van Warhol en andere moderne westerse kunstenaars geschonken. En daar zijn ze ontzettend blij mee. Want die schilderijen hebben Russische musea niet aangeschaft toen het nog enigszins betaalbaar was. Omdat het toen nog Sovjet-tijd was en ze niet van die rare westerse moderne kunstenaars wilden aanschaffen. Dus als je daar naartoe gaat, je ziet hoe blij ze zijn dat ze dankzij die pralinemeister toch wel mooi een mooie collectie hedendaagse kunst hebben. En anderzijds, in Amerika heb je deze meneer, hij leeft niet meer helaas, dat is Norton Dodge. En die verzamelde alleen maar kunst die gemaakt is onder een onderdrukkend regime, zoals hij zelf zegt. En die collectie kun je inmiddels, ik denk met dank aan corona, heeft dat museum waar die zijn collectie heeft gekregen. Dat is het Zimmerli Art Museum van de Rutgers University in Brunswick. Die hebben alle werken nu online gezet. Afsluitend nog, de allermodernste verzamelaars, dat zijn in vaak enorme rijke nieuwe Russen, oligarchen. Eén daarvan is de inmiddels al lang weer ex-echtgenote van Roman Abramovich, Newtco-club. Kun je zeggen, nou, dat zijn een stelletje patsers, die hebben die kunst alleen maar gekocht om op te scheppen, maar die Daria Zhukova heeft een prachtig museum ingericht van de hedendaagse kunst in Moskou. Ontwerp van onze Nederlandse Rem Koolhaas. En een groot archief. Ze is bezig met een museum in Petersburg, ook in Nieuwe Galandië. Dus aan de ene kant valt ook deze nieuwe verzamelaars spot ten deel, zoals dat altijd wel is gegaan met verzamelaars die
te veel met hun geld liepen te zwaaien of te veel kochten. Maar aan de andere kant zie je hoeveel je ook wel weer aan die mensen hebt met alles wat zij hebben aangeschaft. Dit is in Petersburg, Errachta. Het is ook een privécollectie. Het is het grootste privémuseum van Rusland. Ga ik nu niet op door. Ik wou nog één dingetje laten zien. Als waarschuwing voor de verzamelaar in de Dop. Dat is jullie misschien wel bekend. Dit werd toen getoond in het Gents Museum en dat bleek allemaal vals te zijn. Er is eigenlijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is er ongelooflijk veel gesjoemeld ook met kunst. En heel veel met avant-garde kunst. Deels omdat die soms makkelijker was na te maken. En omdat er ook heel makkelijk verhalen omheen te waren te verzinnen. Zeiden ze van ja, dat heb ik gevonden op de zolder van een oud vrouwtje in buiten Petersburg. Want die was bang, want avant-garde kunst was niet welkom, zeg maar, in de Sovjet-tijd. Of ze zeiden ja, dat is de collectie van de KGB. Dat hebben ze allemaal geconfiskeerd. Ofwel, ze schilderden iets nieuws. En ze zeiden, dit is een werk van Nina Kogan. Nou, niemand kent werk van die Nina. Maar haar naam komt inderdaad voor op foto's en herinneringen over de kunstschool waar Malevich korte tijd en Chagall ook korte tijd les gaf in Vitebsk. Dus dan werd gezegd, ja, het schijnt. Sommige mensen zeggen nou, de helft van de avant-garde kunst die op dit moment in omloop is uit Rusland, is vals. En sommigen zeggen zelfs dat dat meer dan 90% is. Dus ik zou zeggen, voor wie een collectie wil beginnen van Russische kunst, koop hedendaagse kunst en koop het gewoon omdat je het mooi vindt en niet omdat je je geld wil beleggen. En dan is het ook nog betaalbaar. En dan zal ik hier gauw mijn mond houden. Ik zal het scherm niet meer delen, zodat ik de chat kan zien. Voilà. Nee, ik zie de chat nog niet. Momentje. Jij ziet de chat wel al, hè, Anna? Ja, je hebt je kamer, je microfoon nog uit. Ja, sorry. ja, nu wel, hè? Ja. Alles goed. Ja, ik zie wel de chat, dus als je wil kan ik het even voorlezen. Ja, nee, ik heb er al gekregen. Wat vragen en okay, wacht, ik commentaar. Ik mij. Ja, als eerste was het... Oh, mon dieu. Oh. Ja. Oh, maar dat, eerst, ik hoor je goed, ik hoor je ook. Oké. Ik ook, oké. Wanneer begint het? Allereerste is van Aleid. Om 4:20. En dat was denk ik... Oh ja. Zie je... Ja. En ja, wat op, zei ik dat? Wow. Ja, maar dat was... Ja, sorry, dat heb ik wel eens. Ja. Ja, nee, ik bedoelde Lamanosov natuurlijk. Ja. Ja, ik zeg ook wel eens, dat is helemaal... Nee, dat is niet helemaal erg, dat is even erg. Ik heb wel eens Vilnius met Vitebsk verward, terwijl ik heel goed weet wanneer het Vitebsk is en wanneer het Vilnius is. Maar goed, excuses, jij hebt helemaal gelijk. Het is Lamanosov. Kan de cursor weg? Ja, dat is een beetje laat. En denk, de volgende vraag kwam van Karin. Over... Met 30 tikfouten hoor, in mijn vragen. Typen en luisteren gaat niet. Sorry. Nee. Je wil nog een keer iets over meneer Baardloos horen. Nou, zijn naam. De Russische naam verstond ik niet goed. Nou. Maar ik vind het wel een mooi verhaal. Yes, dus zonder en dan Barotko. Barotko. Yes, Barotko. Ligt daar de klemtoon, Anna? Bis Barotko. Dat is ja, Bis Barotko. Ja, dank. Ja, kijk, toch handig om zo'n naam erbij te geven. Hè? Dan kun je tenminste naar hem terugverwijzen. Ja, precies. Ja. Je kan ze nu zien. Is het Paleismuseum van Stieglitz te bezoeken? Ja, dat is zeker te bezoeken. Ja, en dat is zeer de moeite waard. Je moet alleen even goed opletten. Ze zijn... Niet alle dagen open. Ik weet het niet aan mijn hoofd, maar ik dacht dat ze alleen maar de eerste 3 dagen van de week open waren.
En het is vrij druk. Dus het beste is te reserveren of te bellen als dat kan. Maar het is zeker te bezoeken. Het museum. En als het mee zit kun je ook, want het grenst eraan, kun je ook de opleiding bezoeken. Die studenten zijn enorm enthousiast om hun werk en hun school te laten zien. Oké. Een andere vraag gaat ook volgens mij over naam. Nee, dat was dezelfde. Sorry, die wilde ik niet goed typen. Is weer niet gelukt. Nee, inderdaad. Je zou Isaac Brodsky ook tot verzamelaars rekenen? Of is zijn collectie te klein? Nee, ik weet eigenlijk niet of er een grens is en waar die dan ligt. Ja. Want die Brodsky heeft best veel... Tenminste, in dat huismuseum, daar hangt best veel. Dus ik zou hem wel een verzamelaar noemen, ja. Ik bedoel, het is een kleine verzamelaar, maar wel een verzamelaar, ja hoor. Oké, Aleid is vertrokken, dus ik heb... Oké, diegene die wil weten, de nieuwe verzamelaars nu in de Tretjakov-galerij, Taloshkin. Ik weet niet, het is van de vraag van 997. En dan de galerij in Moskou-Veerle. Dan bedoel je de Tretjakov-galerij, denk ik. Ja, ik ga het even intippen. Nee, die moderne. Dus je bedoelt waar die muur met het werk van Taloshkin was? Ja, oké. Dus dat is ook in het Tretjakov, maar dan in het nieuwe Tretjakov. Dus het oude Tretjakov ligt... ze liggen eigenlijk helemaal niet zo ver uit elkaar, maar het nieuwe Tretjakov ligt tegenover de ingang van het Gorky Park ongeveer. En dat is, ze zijn allebei de moeite waard. De nieuwe Tretjakov toont dus alle kunst van het Tretjakov Museum vanaf de 20e eeuw. En dan hebben ze daarboven een leuke muur gevuld met het werk van Taloshkin. Oké, volgend jaar naar Moskou vandaag. Ik kan natuurlijk zelf ook wat typen, hè? Volgens mij, ik heb het hier in het... Taloshkin. Ofwel. Kunnen jullie hem zien of heb ik nou in privé geantwoord? Ik zie niks, Paulien. Nee, dat heb ik al vaker gedaan. Wacht even. Toulemonde. Toulemonde. Oké. Nee. Komt het eraan? Zo is het op zijn Russisch. Ja. En dan... Hij is nu te zien, hè? Je doet dat enkel naar mij, denk ik. Wat zeg je? Ik zie precies alsof dat je dat enkel naar mij doet. To me. Oké, ik heb... Wat zal ik dan... Je moet selecteren als je een chat doet to everyone. Ja, ik heb zo'n... mijn computerspraak is Franstalig. Taloshkin, zo dan. Zien jullie nou iets? Hallo, ja. Ik denk dat Veerle al gestuurd heeft. Wacht even. Ik zit op het verkeerde. Zijn we wakker. Zien jullie die andere wel? Oké, goed. Het is goed gekomen. Goed. Ja. Goed, dat is dus... De meneer leeft inmiddels niet meer. Maar dat soort... Je hebt ook nog... bijvoorbeeld in Petersburg heb je... Dat, vlakbij Petersburg in Tsarskoye Selo heb je de Tsarskoye Collectie, dus de collectie van Pushkin of Tsarskoye Selo. En dat is ook een kleine privécollectie van Petersburgse kunstenaars. En je hebt Jerofeev. Maar ik vond die van Taloshkin een hele leuke, charmante collectie. Heb ik nu nog vragen over het hoofd gezien? Nee, hè?
Ik denk dat er nog een vraag is gekomen van Wil, of de collecties in de nieuwe Tretiakov regelmatig veranderen. Gedeeltelijk. Ze hebben hun vaste collectie, waar ze wel eens wat aan verhangen, maar die is gewoon vast. Taloshkin hangt volgens mij gewoon permanent daar. En dan hebben ze altijd een aantal wisselende tentoonstellingen. Mm-hmm. Ik heb daar, of 2018 heb ik zowel Larionov gezien als Kabakov. En Turnova. En vorig jaar, oh, dat heeft duidelijk minder indruk gemaakt, want dat weet ik niet meer. Dus ze hebben stukken van hun collectie die ze laten zien in een zeg maar solo tentoonstelling en hun vaste collectie. En dat is ook een leuke... Het is een, ik vind het heel mooi gedaan, vrij ruim opgezet. En je maakt echt zo'n wandeling. Eerst nog wat min of meer avant-garde. En dan krijg je het socialistisch realisme. En dan zie je weer de overgang naar de aanvankelijk verboden kunst van de jaren 60, 70, 80. Dus zeker de moeite waard. Zeker als je van hedendaags kunst houdt. Allebei de en het oude en het nieuwe doen. Ja. Tenminste, als je daartoe de gelegenheid hebt. En dan heb je dus... Het is een heel lelijk gebouw trouwens, die nieuwe Tretiakov. Dan heb je om het hoek het huis van de kunstenaar. Daar is meestal niet zoveel te zien. Maar je kunt wel onder die hele drukke straat door. Dan loop je het Gorky Park in en dan kun je nog naar de garage. Dus dat is dat museum van Daria Zhukova. Mm-hmm. Dus dan ben je wel uitgeput daarna, maar je bent ook wel de hele dag onder de pan. Zijn we graag. Hè? Dat zijn we graag. Precies. Ik zou niet en het oude Tretiakov en het nieuwe Tretiakov en de garage op één dag doen. Dat is een overdosis. Maar het nieuwe Tretiakov en garage, dat kan net. Zie je nog een vraag binnenkomen van Matthias? Hangt de collectie van Nucus nog steeds een Nucus? Ja, hij hangt daar nog steeds. Er is op een gegeven moment een nieuw museum gebouwd. En daarna... ze hadden heel lang een fantastisch leuke directrice, Marinika Barabana. Een hele lange naam met veel bara. En die is vorig jaar, of misschien is dat nu alweer 2 jaar geleden, is ze ontslagen. En daar was nogal wat opwinding over op internet. Want ja, zoals dat dan gaat, dan wordt iemand altijd beschuldigd van malversaties, financiële malversaties. Terwijl het zeer waarschijnlijk is dat, gezien het feit dat dat museum en die collectie zo populair is... En ook in het Westen gaat het natuurlijk om veel geld en een belangrijke positie. Dus ik weet ook niet wie er nu directeur is, want ik volg wel die mevrouw. Maar die heeft zich verder wel gemutst, daar verder bij neergelegd. Ik probeer even haar naam te vinden. Marinika Babanazarova. In ieder geval, als je Nucus of dan kom je op allerlei sites. De ene weer wat interessanter dan de andere. Maar het is gewoon... Het is natuurlijk wel een prachtig verhaal. Ik moet bekennen dat ik er zelf helaas niet geweest ben. Maar toen ik een keer zei tegen iemand... Ik ben daar helaas niet geweest. Zei die persoon van... Nou ja, maar zo bijzonder is het nou ook weer niet. Maar het verhaal is gewoon prachtig. Ja. Het zijn niet de topstukken van de avant-garde die er hangen. Maar... Ja, er hangen wel gewoon interessant, zullen die werken zeker zijn, omdat ze uit de jaren 10, 20 stammen. Oké. Zijn er misschien nog vragen? Mogen jullie nog 1 of 2 vragen in de chat plaatsen? En anders wil ik Paulien van harte bedanken voor dit boeiend verhaal. Heel interessante lezing. En ik hoop dat het niet te veel informatie was. Misschien wel een beetje, maar...
vooral in ieder geval zien hoe talrijk Russische kunstverzamelaars er waren. En ook eigenlijk Westerse kunstverzamelaars. Ja. Vond ik ook interessant dat er dit stukje in kwam. Dus zeker heel leerrijk, denk ik. Ja, en dat kan in ieder geval weer inspireren om verder te kijken. Oh ja, ik heb... Wel. Ja, dit boek heb ik er nog even bij gepakt. Is dat nu te zien? Ja. Verzamelaars... Dat was de eerste tentoonstelling, hè? In de ja, het is al een tijd. Ik zal even kijken. Ik zou zeggen 5 jaar geleden. Dus misschien is het alweer 10 jaar geleden. Ja, inderdaad. Erger nog, het is al 15 jaar geleden. 2006. Bij de opening, volgens mij, ja. Ja, dus ja, ik vond het destijds een hele leuke tentoonstelling. En ook, het is niet zo'n duur, zwaar boek. Ik weet niet of het nog steeds te koop is. Het zou me niet verbazen. En dit zijn dan nog veel meer van die adellijke verzamelingen. Dus de Yusupov komen aan bod en de Galitsins, maar ook andere. Dus ja. Er is ook een groot dik boek, heb ik nu niet hier, over verzamelaars. Maar dit is gewoon... handzaam en betaalbaar. Dus als je het kunt vinden, is dat, en je vindt het interessant natuurlijk, ja. Is dat een aanrader. Hermitage, ja, leuk. We kunnen ons in ieder geval verder verdiepen in dit onderwerp. Ja. Dat er nog veel, veel te ontdekken valt. Ja, zeker. Ja. Ja. Nog eens bedankt, Paulien. En graag gedaan. Ook bedankt om mee te volgen. En hopelijk tot volgende dinsdag, de volgende lezing van Francis Mas over Boris Godunov, opera Boris Godunov en de rol van vrouwen hierin. Dus nog eens bedankt, nog een fijne avond iedereen. Jullie ook bedankt. Ja, ja, jij ook bedankt, Anna. Alles liep gesmeerd. Ja, gelukkig. Ja, geen onweersbuien. Ja, dat is waar. Dag iedereen. Tot ziens allemaal en dank. Dankjewel. Tot ziens. Kan ik stoppen, Erik? Hoe kan ik eruit gaan?